Goedendag, hier weer de Cardano Week video. We beginnen met een grafiek die goed is voor de bedrijven, goed is voor de inflatie, maar slecht voor de werknemers. Als we naar de zogenaamde Indeed Postage Weight Growth kijken, dan, dat is dus de, als je op de online advertenties kijkt, van de site Indeed, wat de geadverteerde salarissen zijn. En die is alvast wat aan het dalen. Die zit nu op 4,5%, nog steeds redelijk hoog, zeker in historisch perspectief. Maar het geeft wel aan dat de loongroei, met name nu dus in de Verenigde Staten, toch wat aan het afkoelen is. Dat is goed nieuws voor de Fed, dat willen ze zien. Maar uiteindelijk is er nog een lange weg te gaan. Als ik geïnteresseerd ben in olie, is deze wel interessant. Je ziet dat Saoedi-Arabië en Rusland heel veel moeite doen om de olieproductie te beperken, zodat de prijs zo hoog mogelijk gaat. Maar Biden, die zegt van nou, ik heb zoveel verkocht, maar ik ga pas terugkomen met die strategische reserves als de prijs onder de 65 is. Daar komt hij niet, dus daar lijkt er wel een soort bodem te zijn. En intussen tijd zijn die strategische reserves enorm gedaald. We zitten op het niveau van 1982. Dus wat dat betreft moeten we echt heel veel terug in het verleden om dit soort hele lage strategische reserves te gaan. Ja, ik zou zeggen, strategie en de huidige prijs hebben niet zoveel met elkaar te maken. Dus ik zou voorzichtig gaan kopen. Maar goed, ik ben Biden niet en ik hoef het niet te betalen. Maar dit betekent wel dat er nog best wel wat toekomstige vraag kan zijn. Wel een eenmalig effect natuurlijk. En dan een wat verontrustende grafiek als we gaan kijken hoeveel aandelen Joe Sixpack nu heeft. En dat zijn met name al die boomers die enorm veel aandelen hebben. Die zit echt prop en prop vol met aandelen. Nou, enerzijds betekent dus dat er heel veel gekocht is. Dat zou misschien de verklaring zijn waarom de waarderingen van Amerikaanse aandelen zoveel hoger zijn dan in de rest van de wereld. Ze kopen met name Amerikaanse aandelen. Afgezien van alle AI en tech bedrijven die daar zitten natuurlijk. Maar dit zou ook een verklarende factor zijn. Ik ben wel bang dat hij een beetje vol zit en dat hij niet meer appetite heeft voor nog meer aandelen. Maar goed, dat zullen we gaan zien. Nou, mooie statistiek. Ik heb deze vaak voorbij zien komen. Dat is van wat gebeurde er in de afgelopen tijd als het zo'n mooi half jaar was als dit jaar. Nou, meestal zie je dat de koersen dan verder omhoog gaan. Tenminste, dat is de stelling. Maar dat zijn mensen die niet zo ver terug in het verleden kijken. En ik roep even in herinnering, kijk eens naar 1987. Die staat hier ook bij. Prachtig eerste half jaar, nog beter dan nu. En kijk eens wat er in de tweede helft gebeurde. Maar voor de optimisten, ik word vaak beticht dat ik veel te veel pessimistische plaatjes laat zien. Dus hier een optimistisch plaatje. Oké, het heeft geen fundament, maar het leuke is dat de koersgrafiek van 1983 er ongeveer hetzelfde uitziet als de koers van 2023. Zeker als je de groene lijntjes gewoon strak doortrekt. Nou, we gaan zien of het daadwerkelijk uitkomt. Ik geloof er niet zoveel van, maar dit is de roze grafiek. Dan de agenda voor de komende week. De Japan Eco Watches vind ik persoonlijk interessant. Kleine businesses in Amerika, die zijn goed voor het grootste gedeelte van de economie. En natuurlijk, iedereen gaat kijken naar hoe de inflatie zullen zijn en de kerninflatie over de maand juni in de Verenigde Staten. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.